Goedemorgen dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Dennis. En ik ben Daan. En dat is Daan, ik heb Daan meegenomen en ja, die wou een keer met me mee. En we hebben vandaag een keer afgesproken om lekker te gaan vissen. Alles ligt op dit moment op scherp. Nou, de montages die komen straks nog even voorbij die wij gebruiken. Nou, ik heb de geheim meegenomen, de aasvis. We vissen vandaag met spiering. Ik heb ook vorentjes meegenomen. En andere vissoorten. Ja, we gaan deze dag gewoon eens even kijken wat we kunnen gaan vangen vandaag. En ik wens jullie vast heel veel kijkplezier. Vergeet niet te abonneren, zou ik echt super tof vinden. En dat we samen op de 1200 komen, dan komt er weer een leuke giveaway aan. Die ga ik binnenkort samenstellen. Binnenkort daar meer over. En we gaan lekker vissen. Ik zou zeggen, blijf lekker kijken. Nou, veel plezier. Ja, ik ga een beetje bijvoeren. Ik doe dat de laatste tijd wel een beetje vaker. Om toch nog die snoeken te activeren. Een beetje voor extra geur kan geen kwaad. Ik doe hem gewoon met spiering en een stukje wasmakreel. Dat ik nog in het putje zit. Even een stukje snijden. Visjes komen eten. Ja, nou, kunnen nu al. Je kunt nu al eten hoor, geen probleem. Succes. Ja, dankjewel. Nou, dat hebben we lekker. Klaar. Nou maar weer afwachten en of iets kunnen vangen. Of iets kunnen vangen. Dat zou fantastisch zijn. Yes. Lekker. Een mooi vis. Ja. Dat is een goede vis. Zo lekker! Lekker daar? In het netje. In het netje. Yes! Nou. Is de eerste alweer binnen? Is de eerste is binnen, dames en heren. Lekker! Ik zal hem even. Neem jij hem mee? Is goed. Nou. Ja, die vangt een hele mooie vis. Voordat je hem er even inlegt, Daan. Jo. Maak even de omhaak, dus mag even nat. Jo. Leg hem er nou maar in. Kom maar in. Nieuw PR. 94 centimeter. Lekker! Ik ga het net niet helemaal. Even erop. Ik zit hier even verkeerd. Hij is. Ik meen hem graag in staat. 94 centimeter. Dat heerlijk. Nou, daar is een nieuw PR. 94. Even mooi vastpakken. Mooie shot maken. Even snel. Yes. Nou, daar 94 centimeter, dames en heren. Klasse, jongen. Lekker. Nou.
Kan die weer terug? Hij kan weer terug. Via dit ding terugzetten? Nee, zeg maar, dit is jouw vis. Hij mag hem netjes terugzetten hoor. En ze is weg. Oh nee, hier. En weg is ze. Yes! Ja, we moeten vasthouden. Ik heb wel bij. Yes, we hebben actie mensen. Dat is een moeilijke. Dat is een goede jongen. Ja, dat is een goede jongen. Doe klaar voor een paar. Als jij deze hengel even in omdraaien. Dan draai ik in. Ik wil wel zeggen voor je hoor. Ja, dat is een mooie hoor. Ja, dat is mooi. Dat is een mooie. Nou staat het niet. Nu hoor je. Ja, daar moeten we niet doorheen klappen. Ja. Zonde, want dit is echt een monster. Ja, dat denk ik ook. Ik voel heel zwaar aan hoor. Zelfs een meter kunnen dit, toen ik al aanslagen voelde, dat voelde ik ook al dat het... Lekker! Ja, dat is een behoorlijke. Ik sta in het camera-perspectief. Ja. Ik heb... ik denk dat het net wel behoorlijk is. Ik denk dat... Dit is boven een meter, denk ik. Ja, ik denk dat deze boven een meter is. Ja, dat is goed. Als het zo gaat, dan kan het wel zijn. Ja, Jezus. Ja. Dit is een meter, jongens. Metervis, lekker! Ja, die kan ook wel eens boven een meter zitten. Ik weet niet hoe een PR is. Dat moet ik best goed schrijven. Ja, okay. Lekker! Daarvoor voor je tilt. Ja, wacht maar even. Ja, hij is klaar. Yes! Lekker! Deze gaat wel richting de meter. Hoi! Twee. Wat je wel even mag doen daar. Wat? Even, hengel even aan de kant. Jo. Ik kan ook bijna niet chillen. Zo. Doe een kortje. Oh, lekker! Ja, dit is ook echt een dikke. Dit is echt een dikke, ja. Hij breekt af. Is niet erg. Haak is al los. Ja, start hij? Ja, hij is al gestart. Nou, 97 centimeter. Ook weer een fantastische vis. Ik ga hem nu even uithalen en dan gaan we hem straks even ook weer vrij laten. Ik wil hem nog één keer laten zien. Hoe mooi deze vis is. Kijk eens, dames en heren, 97 centimeter. Goh, ook weer een hele mooie volgevreten met vis. Ik zie bijna geen beschadigingen. Ik zie hier een klein beetje dat hij beschadigd is. Maar daar heb ik spray voor.
gaan we even insprayen. Zo. Klein beetje ingesprayd. Nou, ik zal hem nog één keer optillen. Ze ligt eigenlijk net verkeerd. Nou, ik kan hem even met linkse hand, met links doen. Kijk eens. Een mooi lab, hè? Echt een hele mooie lab. Nou. Kijk, dat is het. Zo. Nou, we zullen hem weer vrij laten. Wat een prachtige vis. Heeft hij deze wel verdiend? Ja. Zo. Oh, andere kant op. Hoppakee. En weg is hij. Yes, nummer 2. Oké. Wij gaan ons eventjes verplaatsen. Ja, we gaan even een stukje verder, hier een stukje verderop kijken. Kijken of daar nog wat mooie snoeken zitten. En dan kom ik zo even bij jullie terug. Joe, joe. Nou, de montage die ik gebruik is 40 centimeter onderlijn. Ik heb een kleine dreg gepakt, dit keer. Maatje 4. Met een forse spiering. Ik heb daaronder een loodje. Op daarboven heb ik een loodje van 10 gram. Ik vis met een dobber van een Bertels Rozemeijer 15 gram. En dan, ja, zo ziet mijn montage eruit. Het enige wat ik wel jammer vind aan deze hengel van Fox Predator, je kan niet zien hoeveel gewicht deze kan weggooien. Dat vind ik op zich wel jammer, maar goed. Ik vind het wel op zich wel een fijne hengel. Ik heb er nog geen vis mee gevangen tot nu toe. Maar misschien dat we straks ermee wat gaan vangen. De beest. Oh ja. Ja? Ja? Ja. Heel erg geworden. Lekker. Ja. Hoi. Kijk, is ook weer mooi, hè? Even lopen. Oh, is mooi. Kijk. Oh, kom maar op, opa. Kun je hier zien? Dan gaan ze in het netje gaan ze de vis doen. Is daar precies een beeld? Oh, sorry. Het is net zo'n vechter waar je het voor hebt. Ja, ja, ja. Op die aan. Kijk hoor, ik heb het zo boven aan. Oh, de grote vis. Nou, snoek nummer 2, die meldt zich vandaan. Ze is een beetje wild. 87 centimeter. Ook weer een hele mooie, prachtige snoek. Ik laat hem, ga hem nu vrij laten. Dat doe ik even in de sling. Want het is een beetje lastig om hem met de hand vrij te laten, omdat ik er niet bij kan. Dus we doen het even zo. En dan hoop ik, haal hem maar uit hoor. Nou, ik kan wel liever. En weg is ze. Yes, op naar nummer 3, zou ik zeggen. Yes. Nou, jullie hebben bedankt voor het kijken van deze aflevering. En vergeet niet te abonneren, dat zou super tof zijn. Nou, Daan, mooi dat je mee was. Ja, bedankt. Nou, we hebben een geweldige dag achter de rug. Want, zeker. 3 mooie snoeken gevangen totaal. En ja, ging echt super mooi. Dus
Ik hoop dat je volgende keer weer meegaat. Het zou leuk zijn. En ik zou zeggen, jullie nog een hele fijne dag. Abonneer, hè? En abonneren. Hoi, hoi. Hoi.